Welkom bij dit vierde filmpje rond de kloosteropdracht. We zijn gekomen aan het stuk in de opgave waar een pater ook kan luisteren. Ik beweer op dit moment niet, en ik weet ook niet, dat alles wat vooraf in de tekst is gepasseerd, dat dat allemaal al is afgewerkt, maar ik heb eigenlijk gewerkt naar een goed genoeg implementatie van alles wat ik daar gelezen heb. Dus dan kunnen we daarna nog eens door de tekst gaan en verfijnen. Ik ga nu eerst eens kijken naar een pater die ook kan luisteren naar woord. In dat geval wordt via een gepaste constructor voor gedachten een gedachte gemaakt die aan het lijstje gedachten in zijn hoofd wordt toegevoegd. De persoonlijkheid van de gedachte wordt niet klakkeloos overgenomen, maar het gemiddelde wordt genomen van de scores, dus goedheid en creativiteit van de gedachte, de begeestering en de persoonlijkheid van de luisterende pater. Dus even kijken als we dat kunnen tot een goed einde brengen. Ik heb een public method bij pater luister. En hij luistert naar een woord. Goed. Zo. En dan moet hij op dat moment een nieuwe gedachte aanmaken. En een nieuwe gedachte vraagt om een concept en een persoonlijkheid. Dus ik ga eigenlijk dit een keer gaan overnemen. Alleen gaat hij nu niet, zoals bij bidden, inspiratie vragen over het concept of onderwerp. Maar hij gaat dus wat nemen. Hij moet het concept nemen natuurlijk van de gedachte waarover het, die in het woord aanwezig is. Dus ik zou bij woord eerst en vooral dus een methode kunnen voorzien die ervoor zorgt dat hij zijn onderwerp kan terugvinden, zijn concept. Maar dan moet hij van zijn gedachte halen. Dus als ik een gedachte haal, dan heb ik nog een heeft concept nodig en die staat hier inderdaad. Er staat moet verdwijnen, dus blijkbaar zal dat niet moeten, maar we gaan hem ook effectief gebruiken. Dus die doen we maar weg. Zo. Ja. Dus wat gaan we doen? We gaan bij woord ervoor zorgen dat we ook het geefconcept hebben. Ik ga eens tonen wat hier aan de hand is. Ik heb een gedachte geefconcept. En ik ga eigenlijk een gelijkaardige methode bij woord overnemen. Ik zal zo duidelijk uitleggen waarom. Omdat we eigenlijk bij de pater, bij luister, het concept moeten hebben van het woord. En woord gaat het op zijn beurt natuurlijk halen van gedachten. Je zou dus kunnen zeggen, we gaan aan het woord zoiets als geef gedachten gaan opvragen en dan daaraan geef concept of geef onderwerp, wat is het? Geef concept is het, ja. Oké. Dit is slechter omdat je dan eigenlijk de klasse pater opnieuw op deze plaats afhankelijk maakt van gedachten. Nu is wel afhankelijk van gedachten hogerop, maar het lijkt mij beter als we woord gewoon het concept kunnen vragen. En hij gaat bij zijn gedachten halen. Dit noemen we delegeren. Dus ik ga eens tonen hoe dat in zijn werk gaat. Als we geef concept aan het woord opvragen, dan wordt dat niet op antwoord, want het woord geeft geen concept. Hij heeft enkel maar een gedachte die wel een concept geeft. Dus hij gaat van zijn gedachte het concept opvragen en returnen. Onderwerp geeft zijn gedachte. Ziezo. Dus dit is delegeren. Woord krijgt een vraag, een query, en hij kan er niet op antwoorden en hij stelt de vraag gewoon aan iemand anders en geeft het antwoord door. Dus dit is delegeren, noemen we dat. Ik kan het zelf niet, maar ik vraag het aan iemand anders om het voor mij te doen en doe dan alsof het antwoord van mij komt. Okay? Ik heb dringend dus wat tijd nodig aan, of wat meer testen nodig, tijd nodig om wat meer testen te schrijven.
We gaan het eerst hier dicht naaien dat alles werkt. En Pater heeft dus een nieuwe gedachte op het moment dat hij luistert naar een woord. En dat concept voor die gedachte komt van het woord. Die methode met het voorzien. En dan hebben we hier natuurlijk een persoonlijkheid die mee moet. Een mening dus. Maar die mening zal nog moeten gemaakt worden. En hoe maken we die mening? Die mening is een persoonlijkheid. Voilà. En wij gaan daar twee waarden mee geven. Ik zet hier even als plaatsschouders 0,0. Maar nu komt het. De persoon, die mening, zal eigenlijk het gemiddelde zijn van de scores. Dus goed, je dat creativiteit geeft mee aan de constructor. En de goed, je dat creativiteit voor de gedachte die ontstaat tijdens het luisteren, zal het gemiddelde zijn van de scores goed, je dat creativiteit van de drie aanwezige persoonlijkheden op dat moment in de buurt. Dat is die van de gedachte, de begeestering in het woord en de persoonlijkheid van de luisterende pater. Even kijken als we dat kunnen terugvinden. De persoonlijkheid van de luisterende pater, die hebben we hier natuurlijk. Dus kunnen we zeggen, de goedheid zal zijn de goedheid van de luisterende pater zijn persoonlijkheid. Dus en ik heb nog geen goedheid, dus we gaan eens bij persoonlijkheid op bezoek. En ik heb wat nodig? Ik heb voor goedheid en creativiteit twee getters nodig. Gaan we eens hier doen. Ik heb slide fields en ik heb getters nodig voor goedheid en voor creativiteit, maar geen setters. Okay. Die zo. Die zijn aanwezig. Die commentaar veeg ik soms wel weg. Dat is doc comments die gegenereerd worden. We gaan het later nog hebben over doc documentatie commentaar. Even kijken nu. Terug naar mijn pater zijn luister. Dat is dus zijn persoonlijkheid, daarvan goedheid, plus nog twee andere, gaan we hiermee hebben. Ik ga plaatsschouders voorzien, dus ik schrijf nu nullen, gaan we direct aanvullen in de code, en ik moet dus het gemiddelde hebben van die drie, dus die dan door drie. En hetzelfde voor de creativiteit. Dat is de creativiteit van, van zijn persoonlijkheid. En misschien moet ik hier ook eventjes nog naar persoonlijkheid terug. En ik ga, omdat we toch in Nederlands bezig zijn, is het toch nog eventjes herbenoemen naar Nederlands. Zo. Hier ook plaatsschouders voor de andere twee maten van creativiteit die we gaan uitmiddelen. En dat gaat dan de drie. Ziezo. Kunt u de vraag stellen als we geen problemen gaan krijgen met afronding van de hele deling. Markeer het gewoon even. Along the way kan het misschien hierop stoten en kan er bugjes veroorzaken. Dan heb ik tenminste hier toch een marker gezet. Van, kijk, daar heb ik al eens aan gedacht. Als ik ooit hier fout aan het zoeken ben, dan zie ik ook dat dit een probleem kan zijn. Of dat het een mogelijke oorzaak kan zijn van het probleem. Goed, ik ga dus hier aan de goedheid en de creativiteit meegeven. Nu moet ik nog eens gaan kijken bij persoonlijkheid wat ik eerst moet meegeven. En dat is eerst de goedheid. Dus
Goedheid en creativiteit. Ziezo. En dan kan ik hier die mening meegeven aan die gedachte. Dus als een pater luistert naar een bepaald woord, dan wordt er een nieuwe gedachte gevormd in zijn hoofd, staat er. Op basis van het concept van het woord natuurlijk, hetzelfde onderwerp. En een mening die eigenlijk de mening is van het gemiddelde, of de gemiddelde mening is van drie, namelijk zijn persoonlijke mening. En dan ook de mening die vasthangt aan woord en aan gedachten. Dus we moeten eens gaan kijken. Als we bij woord ook aan zijn begistering kunnen. En die gedachte zal dus op zijn beurt dan ook een mening hebben. Oké. Dus moet ik hier eerst misschien van woord de begeestering eventjes opvragen. Ik ga opnieuw gewoon met een getter werken, omdat ik geen zin heb om nu al te refactoren. Dus een get begeestering, setter heb ik niet nodig. Zo, quick and dirty. En misschien kan ik het dan later verfijnen. Bij persoonlijkheid, of liever bij pater, heb ik de persoonlijkheid van dat woord. Dus, en ik ga nu hier geef van maken. Hier zou je eigenlijk ook nog vragen als je niet moet delegeren. Dus als je niet beter twee methodes maakt van geef goedheid en geef creativiteit, die dan die van de begistering zijn. Het probleem is dat hij ook die van de gedachte kan nemen. Dus ik ga hier eventjes niet die techniek van delegeren gebruiken, omdat ik nog niet zeker weet in welke richting dat moet evolueren. Dus, Pater heeft dan als tweede deel van zijn goedheid het woord, zijn begeestering en daarvan de goedheid. Je ziet dat het slordig begint te worden, dus we moeten dat eens opruimen. Het tweede deel van dit hier is woord. Punt. Geef beheersing. Punt. Geef creativiteit. En dan moet ik nog dat derde stuk hier gaan zoeken, en dat is die van de mening die in de gedachte zit waarover het woord gaat. Dus woord heeft een gedachte als onderwerp. En dit onderwerp is dus de gedachte die ook een mening heeft. Het is die mening waarvan dat we de creativiteit en de goedheid ook moeten gaan opvragen. Dus hier zou je kunnen opteren voor dat delegeren. Dus public heeft goedheid. Ik weet niet als we het zo genoemd hebben. Maar ik denk het wel. Even kijken. Nee, het was niet. Het was. Had ik er al één? Nee, goedheid. Sorry, dat moet bij persoonlijkheid zijn. Heeft goedheid en heeft creativiteit. Dus ik ga die methodes hier meenemen naar gedachten. En delegeer. Dus als ik aan een gedachte vraag. Heeft goedheid, een gedachte heeft geen goedheid, maar heeft wel een mening die een goedheid en een creativiteit geeft. Dus mening, punt, geef goedheid en mening, punt, geef creativiteit, en ziezo. Dan zit ik nog met het probleem dat ik bij die pater moet kunnen komen aan zijn, oeh, wat is hier aan de hand, geef de gisteren. Een woord heb ik, geef beheersing die niet meer klopt, dat zou moeten werken althans.
geef die geen string, maar is een clean en built-in. Ik heb hier wat problemen, we gaan die oplossen. Get goedheid. Oké, ik heb die allemaal hernoemd. Stom van mij. Maar we gaan nu eventjes doorbijten. Oh nee, het is ik niet die ze hernoemd heb, sorry. Het is de compiler die op het moment dat ik die fields geïncapsuleerd heb en dus die getters heb laten maken door de compiler, of liever door de IDE, dat is ook hier heeft toegevoegd aan mijn toestring methode. Dus ik ga maar hier eventjes naar voren. Die getters, ik ga ze eventjes aanpassen, dus met de refactor. Het zal weer zijn. Rename naar heef. En als we een refactor doen, dan gaat het overal aanpassen. En hier ook. Refactor, rename. Die heef. Dus het is veel veiliger als dit zo doet, want dan wordt het allemaal aangepast. Je ziet dat hier boven. We gaan nog eens kijken waar de fouten zitten. Dit lijkt te compileren. En ik denk dat we al heel wat verder zitten. Hier zo. Dus ook het luisteren gaat nu een pater af. We zouden dus een testje kunnen schrijven hiervoor. Dus ik ga eens kijken als een pater kan bidden. Dan gaat hij inspireer mij oproepen. In principe zal dat vertrekken vanaf 1. Ik kan hem dan nog in de test duidelijk maken. Dan een persoonlijkheid die eigenlijk op 33 en 66 is gebaseerd. Het gecodeerd. Dus we gaan eens een testje schrijven voor bidden. Een patertester was er hier. Zo. Bidden had ik al gedaan. Ja. Dus bidden werkt blijkbaar. Luisteren ga ik nu eens doen. Dus luisteren gaat hij wat doen. Een nieuwe gedachte aanmaken. Op basis van de van zijn persoonlijkheid, zijn woord en zijn heefgoedheid. Dus maar we moeten natuurlijk een woord krijgen ook. Daarom gaan we dus eerst sprekers moeten testen. Op naar platentester en ik ga eens spreken testen. Dus kijken wat er hiervan gebeurt. Zie je zo. Public void. Eenmaal spreken. Zie zo. Eenmaal spreken is een testje die kan zo dingen hier doorschuiven. Eenmaal spreken heeft een pater nodig en een inspiratie. Zie zo. En dan gaan we als test een woord hebben. En dat is het woord dat die pater zal spreken als we hem vragen om te spreken. Ziezo. En dan kunnen we eigenlijk ons gaan afvragen welk woord komt er terug. En laten we eens naar pater gaan kijken als hij spreekt. Hij heeft nog geen gedachtes. Nee. Dus dan zou je moeten een exception opgooien. Dus kijken als het geval is. Ja. Ik heb
heb hier een Java null pointer exception. En dat gebeurt waar? Op deze lijn, want die heeft geen sorry, heeft geen woord. En inderdaad, ik had hier nu gedacht dat bij pater zijn gedachte wordt teruggegeven, maar inderdaad, nul zal nooit een probleem zijn. Je gaat alleen geen gedachte krijgen, maar dan zou ik verwachten dat hij hier de null pointer exception heeft. En dat kan natuurlijk, hè. Ja, het is inderdaad hier. Kijk, als ik op deze lijn klik, dan komt de null pointer exception eigenlijk daar vandaan. Dus ik krijg inderdaad de null pointer exception, omdat ik nog geen gedachten heb in het hoofd van die pater. Dus je kan hem op twee manieren gedachten laten creëren. Dat is door te luisteren of door te bidden. Ik ga hem eens laten bidden. In de test. Bid je maar eerst een keer zo. Ja. Dan moeten we ons natuurlijk gaan afvragen wat doet zo'n pater als hij bidt. Dan gaat hij een inspiratiebron gaan aanspreken. Die hem een onderwerp zal geven en zijn persoonlijkheid zal daar worden aan meegegeven. Nu, wat heeft die pater als persoonlijkheid? We gaan eens kijken. Ik ga even spieken hier. Heeft persoonlijkheid. Punt. Heeft goedheid. En dan gaan we ook hetzelfde doen over creativiteit. Dan zie ik dat de mensen staan, dan moet ik niet echt gaan redeneren op mijn code. Ziezo. Eventjes runnen. Ik krijg 33,66 inderdaad. Er wordt hier nog iets afgedrukt. En dan waarschijnlijk de even de andere testen, de persoonlijkheidstester. Ja, heeft inderdaad hier nog een assistant.r.design. Ik ga dat eens in commentaar zetten. Hebben we die nodig met de patertester. Gaan we dan die dingen ook wegnemen. Want ik heb dus een pater met 33,66 als goedheid en creativiteit. En als hij bidt moet hij ook zijn eerste gedachten kunnen teruggeven. Dus ik ga eens kijken als dat zo is. Je kunt geef eerste gedachten. En daar wil ik zijn goedheid en creativiteit dus. Zo. Opnieuw, dit is maar tijdelijk eventjes, omdat mijn test aan het construeren ben. Ik wil eens zien wat die eerste gedachte aan goedheid en creativiteit geeft. Ook 33,66. Ja. En ik ga eens misschien louter omwille daarvan een nieuwe persoonlijkheid hier meegeven. En ik ga niet 63 pakken, maar gewoon dat is dus 50-50 nemen. Ziezo. Dan gaan we voor de pater zelf zijn goedheid en creativiteit in zijn persoonlijkheid 50-50. Zijn eerste gedachte bij het bidden is een nieuwe gedachte op basis van zijn persoonlijkheid. Excuseer. Concept praat en inspireer mij en persoonlijkheid gaan we hier hebben. De persoonlijkheid van de pater.
En wat doet gedachte daarmee? Die gaat zijn mening daarin opslaan. Dus de mening van die gedachte zou moeten een kopie zijn van de mening van die pater. En dan hebben we nog dus zijn eerste gedachte zou moeten eigenlijk ook een 50-50 zijn, inderdaad, dat klopt. Dus bij het bidden, en dan gaan we eens kijken als hij kan spreken nu. Het woord dat hij teruggeeft. Ziezo, dat zal wat zijn. Van de geestring, ik wil daarvan de goedheid. En ook de creativiteit is zien. Hè. En ook dat zal normaal, denk ik, 50-50 moeten zijn. Ziezo. Opnieuw runnen. Dat is inderdaad 50-50. Kunnen we hier nog ergens iets veranderen aan de zaken? Als een pater bidt, dan krijg ik hier enkel maar zijn persoonlijkheid als kopie. En bij het spreken gaat hij een gedachte eruit pikken en dat verwoorden op basis van zijn persoonlijkheid. Goed. Ik denk niet dat we hier weg kunnen, want bij het bidden zal de gedachte zijn persoonlijkheid overnemen. Bij het spreken zal het woord ook zijn persoonlijkheid meekrijgen. Dus. Gaan we eens gaan kijken nu naar de pater testen verder. Ik kan hier testjes voorschrijven. Ik wil dat dit 50 wordt. En ik ga dat hier op 15 instellen. En creativiteit op 50 instellen. En dan kunnen we hier goedheid kopiëren. Daar ook. En tenslotte creativiteit als variabel. Zo. Even kijken als de test runt. Nee, dan moet er nog een uitje zijn. En dat lijkt goed te gaan. Die print ding kan ik er dus van tussen halen. Bidden is ook een stuk van de voorbereiding, dus allemaal setup. En dan uiteindelijk wil ik het spreken testen. Hè. Dus ik denk dat dat testje voorlopig voldoende is om al basic stuff, de basiswerking een beetje na te gaan. Goed, en dan zou ik nog een testje willen met luisteren. Ik ga dat zelfs noemen eenmaal bidden inspreken. En ik ga dit in een foute testje noemen van spreken en luisteren. Of ja, luisteren kan ik eigenlijk apart. Um,
luisteren. Dus dan heb ik een inspiratiebron. Hoeft hij creativiteit, een nieuwe pater. En dan gaat hij, hoeft hij, ja, ik kan bidden, dan heeft hij gedachten rond die inspiratiebron. En ik ga, hij heeft een nieuwe inspiratie mee, dus dat heb ik hier niet nodig. Heb je dat trouwens ook daar gedaan? Even kijken, ja, dat heb ik niet nodig. Dit komt gewoon als het ware daar binnen. Zo. Ja. Dat zou ik ook nog eventjes weg kunnen krijgen. Zo. Dit is de test hier. Of wat is eigenlijk zo. En zo wil ik dit al bij de check kunnen gaan plaatsen. Runnen mijn testen nog altijd, misschien de laatste niet. Dus eenmaal luisteren moet ik nu nog in goede banen leiden. Een pater gaat nieuwe inspiratie krijgen via dit object. Een nieuwe persoonlijkheid van 50-50. Bidden gaan we nu niet meer doen. Ochtends, ja, hij moet een gedachte vormen, dus misschien kunnen we dat beter doen. Hij heeft dus een gedachte gevormd rond onderwerp 1, die inspiratie dat hij heeft meegekregen. Nu ga ik een nieuw woord maken. En woord moet wat meekrijgen. Een onderwerp en een persoonlijkheid. Dus ik ga een nieuw onderwerp maken, een nieuwe gedachte maken liever. Gedachte. En dan moeten we dus gaan kijken, gedachte wordt gemaakt in constructoren. Ik heb een onderwerp nodig en een persoonlijkheid. Dus ik kan daar een nieuwe persoonlijkheid aan geven. Zo. Dus ik ga als concept 1 uiteraard geven, omdat ik weet dat die nieuwe inspiratie ook bij het bidden de eerste keer 1 zal gebruiken als onderwerp. En dat wil ik dus vooral. Zo. Een onderwerp. En dat is 1. En dan een nieuwe mening, dat is een nieuwe persoonlijkheid. En daar kunnen we nu naar hartelust iets anders geven dan die 50-50. Ik ga eens 60 nemen. En dan moet ik wat doen. Ik heb bij dat woord een nieuwe gedachte nodig als onderwerp. Maar ook een begeestering, dus ik heb nog eens een persoonlijkheid nodig. En daar ga ik nog eens nieuwe waarden op geven. En ik ga eens 30-30 nemen. Ja. En dan gaan we eens die pater laten luisteren naar dat woord. Zo. En dan gaan we eigenlijk zijn tweede gedachten moeten testen. Hè. En ik denk zelfs niet dat hij moet bidden inderdaad. We gaan eens kijken. Toch wel. Oh ja, die test valt, maar dat is niet zo erg, want onze search moet er nog gezet worden. Maar dus de pater heeft op dat moment geen gedachten. En door het beluisteren wordt er gedachten aangemaakt. En dan kan ik nu zijn eerste gedachte opgaan. Ziezo. En dan gaan we eens kijken als die eerste gedachte, wat dat geeft aan goedheid.
zijn, wat dat geeft aan creativiteit. En daar gaan we van moeten iets maken hier dan in. Dus dat zal falen, maar ik ben eens benieuwd naar de waarden. Hij heeft 26. En zou dat kloppen? Want ik heb uiteindelijk 50, 60 en 30 en die zou je moeten uitmiddelen. Hè. Dus 50 plus 60 plus 30 gedeeld door 3. Dat is 46, dus dat lijkt niet te kloppen. Hè. Nee. Hij heeft 26. Dus er moet nog iets verkeerd zijn in die redenering. We gaan eens kijken. Hè. Dus dat zou moeten 46 zijn, als ik dat goed heb. We moeten dan met benaming nog aangeven waarom dat 46 is, of van waar dat getal 46 komt. Maar, ik ga ze eerst eventjes hier 50-50 zetten. Dat we de getalletjes hier staan niet nodig, noodloos complex, maar... Dus de pater heeft... Nieuwe persoonlijkheid 50-50. Het woord dat we maken heeft een nieuwe gedachte rond hetzelfde onderwerp. 1. En die inspiratie zal ook starten bij 1. Een nieuwe persoonlijkheid wordt hier gegeven van 66 aan die gedachte. En zijn nieuwe persoonlijkheid voor dat woord, dus de mening, of wat was het bij woord, de beheersing. Heeft 30-30. Dus dan moeten we eens gaan kijken naar wat hier aan de hand is. Hè. Ik ga eens een paar prints doen. Het feit dat ik eigenlijk hier nu al een beetje aan het foefelen ben, is omdat ik eigenlijk te lang gewacht heb om nieuwe testen te schrijven. Dus je ziet, ik krijg het zelf moeilijk doordat ik het te lang ermee gewacht heb. Maar goed, dat woord, daar gaan we eens een en ander van opvragen. Heeft beheersing en daarvan de goedheid. Dus kijken wat dat geeft. Dat is 30 en dat klopt inderdaad. Dat is de beheersing. Kunnen we van die gedachte ook wat opvragen? Nee, we kunnen niet aan de gedachte zijn mening, helaas. We moeten eens gaan spieken daar, hoe dat zat bij gedachten. Gedachte heeft wel een mening, maar ik kan niet... ik heb geen mening, dus... Zo. Heeft mening... dat was bij gedachten. Ik moet dus nog... Ik kan niet aan de gedachte van dat woord. Maar, dat zou moeten 66 zijn. Ik ga eventjes zorgen dat ik aan een woord zijn gedachte kan. Reflector. Calculate fields. Get onderwerp. Reflector. Ziezo. Ik ga er een heef onderwerp. En dan moet het hier ook zijn heef onderwerp. Oh wel, dat is eigenlijk. Ik ga dat bij met een to-do naast zetten. Dat dan ook voor een test is gemaakt. Dus de vraag of dat wacht moet of mag. En ik ga hier toch weer eventjes gewoon onderwerp van maken. Terug naar mijn test. Kan ik bij het woord nu aan zijn onderwerp? Jawel. En aan het onderwerp ga ik dus ook eens zijn goedheid opvragen. Eens kijken wat dat geeft. Dat zou niet 60 moeten zijn. Oeps, ik moet hier de test runnen. 30 en 60 inderdaad. En dan ga ik bij de persoonlijke van mijn pater nog eens te raden. Om te kijken of dat klopt. Dus P. Heeft persoonlijkheid.
Oh, kijk, ik heb dat nog hier staan met een get, dus ik ga dat een keer veranderen. Dus 3056, dat lijkt allemaal goed te zitten. Bij die pater gaan we die persoonlijkheid, die getter, een keer hernoemen. Oeps, dus deze dan we nemen. Geen persoonlijkheid. Perfect. Nu heb ik nog meer kapot gedaan. Eenmaal bedden, eenmaal luisteren werkt nu ook niet. Je ziet testen zijn zeer rigide. Ze gaan me onmiddellijk vertalen als ik verder van huis ben. Even kijken naar die. Eerste gedachtepunt, geef mening, geef mij nu wat. En no such method error. En ik dacht althans, ja wacht, dat kan zijn dat ik, want er staat hier wel degelijk geef persoonlijkheid. Dus we gaan eens clean en build doen. Ja, en dan zijn we weer dichter bij huis. Hè. Dus die refactor in die IDE's, dat geeft niet altijd het effect dat hij hercompileert. Dus soms moet je ze gewoon clean en build doen. Dus dan dwingt hij eigenlijk om alles te hercompileren. Dus, hebben we hier dat we 46 verwachten. En waarom is dat eigenlijk? We zouden dus moeten gaan spieken nu in de methode luisteren. Want daar is, dat zijn we aan het testen. Zijn. Dus onze pater gaan luisteren. Dat is hij had de goedheid van zijn eigen persoonlijkheid plus dat van het woord, zijn begeestering. En inderdaad, ik heb dat hier nog niet aangepast, is hier. Dus daar zit mijn fout. Want ik moet namelijk dus van mijn persoonlijkheid de goedheid halen, van de begeestering van dat woord, maar ook van het woord zijn. Onderwerp en daarvan de goedheid. Hè. Zo. Dit moet hier dringend gerefactored worden opnieuw. Dus geef onderwerp, punt, geef goedheid, geef creativiteit nu. Even runnen. En daar zijn ze, alles werkt. Dus onze basisfunctionaliteit is in place. En het wordt dringend tijd dat we ze refactoren. Dus zijn we gekomen aan het feit dat hij kan luisteren ook. En dan gaan we nu in een volgende filmpje toch wel deze, de laatste stap aanpakken van de tekst, maar niet zo simpel. Dat is, het gevaar bestaat dat door te veel bidden en luisteren het hoofd van de pater op een duur vol zit. En om dit te vermijden moet je af en toe nadenken. Dus die nadenken gaan we in een volgende filmpje aanpakken.